Het voormalig busstation in Schoonhoven heeft vanaf vandaag een nieuwe bestemming gekregen. Vanaf vandaag heet het Het Cultuurstation. Twee initiatiefnemers, twee dames staan hier naast me. Evelien Isvoording en Malou Koevoet. Ja. Dames, in ieder geval gefeliciteerd. Ja, dankjewel. We zijn super blij echt. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen, want het is natuurlijk een lange weg te gaan. Mm-hmm. Even in het kort vertellen, de weg naar het Cultuurstation. Ik had theatriek, theaterschool theatriek. En die zat in de Oude Ichtes, hier eigenlijk twee panden verderop. En die werd gesloopt, dus toen was ik op zoek naar een nieuwe locatie. Toen leerde ik Marlou kennen via een krantenartikel. Wat ik in de krant had, daar had Marlou het e-mailadres van iemand uitgescheurd gekregen. En die mailde mij en toen klikte het. En ja. Marlou heeft... Ik heb zangschool Clear Notes al 5 jaar. En ik ben eigenlijk sinds 2 jaar hierheen komen verhuizen. En ook op zoek naar een ruimte. En toen ontmoeten wij elkaar. En dat dacht, dat is een mooie aanvulling op elkaar. En wat een mooie lot uit de loterij. Hè? Een stationsgebouw wat al jaren leeg staat. Wordt wel van boven zijn verdiepingen wordt het bewoond. Maar het gebouw had eigenlijk geen bestemming. En dan ineens zo'n omslag. Ja, dat is fantastisch. We kwamen hier binnen en we dachten, ja, dit is het. Ja. We willen dit. Ja. Cultuur, nou bestrijkt dan in ieder geval hier vanaf nu in het Cultuurstation toneel en het bestrijkt zang. Musical. Kan ik er nog meer aan toevoegen, bijvoorbeeld dans? Een musical, ja, en daar dus de dans in. Dus geen losse danslessen, maar wel behorend bij de musical. Muziektheater gaan we doen. Er komt fotografiecursus, een beginners- en een gevorderde cursus. En een clownspel. Ja. Ja. En daarnaast doen we huiskamerconcerten, voorstellingen en staan we open voor allerlei... dingen. De mensen in Schoonhoven die hebben allemaal huis aan huis in de bus. Jullie volgen gekregen voor het aankomend seizoen. Bomvol, hè? Ja, zeker. Die staat helemaal vol. We hebben een aardig groot lesrooster. Ja. Dus dat is superleuk. En voor ieder wat wils, eigenlijk. En over bomvol gesproken. Mm-hmm. Wij kwamen hier zojuist aan. Vanaf 1 uur vanmiddag loopt de open dag. Ja. Hartstikke druk. Bomvol. Ja, echt behoorlijk. Ik zei tegen Marlou, als er 30 mensen over de dag heen komen en dan misschien met de opening nog 30, dan hebben we best wel veel. Ik dacht het iets positiefs hoor. Ik had wel het gevoel dat het wel druk zou worden, maar dit was niet zo druk. Nee, het was vanaf 1 uur gewoon meteen super druk. Ja, heel... Mooie start van het Cultuurstation. Ja, mogen we binnenkijken? Ja, natuurlijk. Ja, doen. Wie gaat ons begeleiden? Zal ik het even doen? Doe jij? Doe jij maar, dan ga ik mijn tieners aansturen. Dat is goed. Kom maar mee. Doei. Nou, veel plezier. Manu, we gaan naar binnen. Is dit nou de vooringang of de achteringang? Dit noem ik de achteringang, denk ik. Okay. Hartstikke goed. Waar komen we nu terecht? We komen nu eerst in onze grote theaterzaal. Uh-huh. Dus hier hebben we een podium staan. Hier zijn theaterlessen, de musicallessen, maar ook de grote groepslessen voor zang. En voorstellingen en dat soort dingen. Dus hier hebben we een groot podium. En heel veel kostuums. Okay. Ja, daar moet je ook allemaal wat ruimte voor hebben. Ja, zeker. En Evelien heeft heel veel kostuums, wat natuurlijk superleuk is. Maar dat moesten we een plek krijgen. Dus, Nou, de kinderen hebben het podium al gevonden. Ja, maar dat is de bedoeling ook. Hè? Ze mogen lekker meteen het podium op. Ja, dat is superleuk. In welke ruimte gaan we nu betreden? Dit is onze huiskamer, noemen we het een beetje. Want die vibe heeft het een beetje gekregen. Dus, en dit is eigenlijk waar we naborrelen, maar ook waar... Evelien en ik werken, waar ouders kunnen wachten als hun kinderen nog even les hebben. Dus dan kunnen ze stiekem door het raampje kijken wat ze maar heeft vergeten. Ik herken dit loket. Hier werden vroeger de kaartjes verkocht. Ja, leuk hè? Ja, we vinden het ook heel erg leuk. Dus al die oude elementen erin, dat vinden we super om dat juist te laten zien. Dus je kan nog geen cultuurkaart kopen helaas. Maar dat is ook iets wat er komt. Hier in de ruimte, hier wordt gezongen. Ja, hier wordt gezongen. Ja, dat. Maar dan moeten ze wel gewoon doorzingen, dan hoop ik dat ze dat doen. Dus ze zijn aan het repeteren, want we hebben straks een leerlingconcert. En omarmen, omarmen, omarmen. Ik ga dan mee. En omarmen, omarmen. Breng me nergens heen.
zijn we even weggeslopen. Ja, ze moeten straks optreden. Dus ze zijn even aan het repeteren. Dat is mijn vocal talent class. Klinkt goed. Ja, toch? Ja. Dat vind ik ook. Wat leuk, hè? Want er gebeurt eigenlijk gewoon van alles hier in dit station, hè? Ja, dat is ook gewoon de bedoeling. Dat het leeft, dat iedereen lekker zingt en speelt en doet. Dus ja. Ja, dat vind ik leuk om te zien zo. Ik denk dat dit wel een basis is voor misschien wel heel veel meer. Ik hoop het. Ja, we beginnen hier en dat doen we met vol enthousiasme. En wie weet wat er allemaal meer gaat komen. Heel veel succes in ieder geval. Ja, dankjewel. We waren te gast in het cultuurstation in Schoonhoven. Evelien, onwijs bedankt. Leuk. Ja, nou jullie heel erg bedankt voor de aandacht voor ons. En we zijn gewoon super blij met alle aandacht die we krijgen. En we hopen dat heel Schoonhoven en omgeving daar heel veel gebruik van gaat maken het komende seizoen. Ik ga jullie heel veel succes toe wensen. Dankjewel. Het was ons zeer aangenaam om daarbij aanwezig te zijn. Tot ziens. Tot ziens, dankjewel hè. Doeg.